Patriot-eenheden het gebied rond de stad Adana beschermen tegen mogelijke raketaanvallen vanuit Syrië. In de regio Adana wonen ruim 2 miljoen mensen. Het is de grootste stad in Zuid-Turkije. De militairen zijn inmiddels vertrokken. Eerder vanochtend namen ze afscheid van familie en vrienden. Voor deze militair had het vertrek ook nog een verrassing. Hij werd bevorderd tot kolonel. Nou, het is bijzonder dat het hier zo voor zo'n groot gezelschap gebeurt. En dat in dit geval de commandant landstrijdkracht mij zelf bevorderd heeft. Ja, dat is natuurlijk wel bijzonder. Nederland beschikt naast Duitsland en de Verenigde Staten als enige NAVO-partner over het moderne Patriot-systeem, waarmee verdediging tegen raketten mogelijk is. Elk van de 3 landen gaat met 2 Patriot-eenheden een deel van het bedreigde gebied in Turkije beschermen. In India is de rechtszaak begonnen tegen de verdachte van de geruchtmakende groepsverkrachting.